Daar komt hij aan hoor, Sinterklaas. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag zaterdag en vandaag is de intocht van Sinterklaas. Als het goed is, komt vanmiddag Sinterklaas hier voorbij varen. Dat vind ik wel echt super, super bijzonder. Dus dat wil ik ook heel graag vastleggen. Hij moet dan denk ik vanuit die kant komen. Ik heb geen idee. Ik hoop het trouwens wel. Maar volgens mij wel. Wat Jim zei, komen ze deze kant, komen ze de intocht binnen. Dus dat wil ik wel heel erg graag gaan zien. Verder hebben Dion en Kai vannacht bij ons geslapen. Die liggen nog alle twee lekker te slapen. Of nou ja, alle twee. Dion is wel wakker, maar die liggen nog wel lekker in bed. En Kai die was nog in coma. Dus Milan en ik zijn net wakker geworden. Omdat de bel ging. Milan had een ketchup besteld. Dus ik ben even de woonkamer een beetje aan het opruimen. Ik ga de poppetjes klaarzetten. Uiteraard Sinterklaas poppetjes. Hier het een beetje Sinterklaas proef maken. Sinterklaasjournaal staat uiteraard aan. Ik ga dit intocht ook volgen. Gewoon via de televisie. Ik vind dat gewoon nog steeds leuk. En kijk, daar staan Piet en Sint. Ik heb het daar neergezet en ik heb het hier ook even gezellig gemaakt. De thee is van Dionne, want die is inmiddels ook al wakker. Dionne! Rusten! Of is hij al wakker? Ja. Ah, hij is inmiddels wel wakker. We zien er allemaal niet mooi uit hoor, 's ochtends. Het is wakker. En Dionne heeft gewoon een trui van mij uit de kast getrokken. Ik zie er ineens met trui rondlopen. Superleuk. Maar ja, Sinterklaas komt dus straks hier langs. Dan gaan wij even in de gaten houden uiteraard. Dolly hoeft niet. En dan heb je het op de grond gegooid. Ja, alsof ik geen bakje heb ofzo. Ik hoor al elke keer getoeter van de boot, dus volgens mij komt hij er zo aan. Maar het waait hier echt super hard, het is hier ook echt heel koud. Oh, Pip is ineens naar binnen gegaan. Die vindt het spelen met Dolly belangrijker. Dionne staat daar. Daar komt hij aan hoor, Sinterklaas. Het is meteen één grote teringbende. Hoezo? Hoeveel laptops heb je nodig? Twee? Hoezo? Goed, Dionne en ik gaan soms een video opnemen. Drie. Oh nee. Hij heeft ook gewoon twee laptops meegenomen. Ja. Zo, dit is mijn setup. Huh? Oh, je hebt een kleine Pro. Ja. En een grote R. Ja. Je kleine setup. Is mooi. En hier staat nog mijn, hè? Dat is echt lijp, jongen. YouTube net de Apple Store hier. Echt wel. Oké, dus ik heb me inmiddels opgemaakt en aangekleed en helemaal klaargemaakt. En wij gaan zo opnemen. Ik heb een heel lang t-shirt aan. Nou ja, heel lang. Eigenlijk is het helemaal niet zo heel lang. Aan de achterkant is hij langer. Maar dit is een t-shirt. Die had Milan ooit gekocht, maar die was iets te groot. En dan is hij voor mij perfect. En deze komt van ASOS en ik vind hem wel heel lekker. Hij is gewoon chill. En ik heb een panty aan en ik heb mijn UGG onderaan als sloffen. Dus Dionne en ik gaan soms in een video opnemen. Ik wilde eigenlijk Best Friends Tag opnemen. Maar ik heb nu gewoon op Twitter gevraagd of jullie, mijn kijkers en de kijkers van Dionne, misschien nog wat vragen hadden voor ons in onze vriendschap. En die gaan wij zo meteen beantwoorden. En dat was de video van vorige week zondag. Als het goed is, komt morgen een video online voor jullie. En daarin ga ik weer een wat bakken we ervan opnemen. Dat is de nieuwe titel van Nog Nooit Geproefd. En daarin ga ik stoofpeertjes maken. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Die moet ik van de week nog heel veel opnemen. En ja, dat lijkt me ook wel heel erg lekker. En ik wil ook nog een keer erwtensoep gaan maken. Want dat schijnt ook nog best een karwei te zijn. En dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus dat komt
morgen voor jullie. En dan komt volgende week Sinterklaas special met Milan. Dus ik heb een heel schema voor mijn extra video's. Dus dat is helemaal top. Maar ja, ik wacht wel even tot Dionne terug is van de toilet. En dan gaan we opnemen. Oké, wij hebben net video opgenomen en net op tijd, want het begint nu al helemaal donker te worden. Het is 4:30. Dionne is de jasje kwijt. Die heeft een jasje uitgetrokken voor het opnemen en die heeft hem ergens neergelegd, dus ik weet niet meer waar. Kan je hem vinden? Hij moet hier ergens liggen. Nou, die komen we straks zelf wel weer tegen, joh. Ik weet alleen niet wat we gaan doen met eten. Misschien of Milan en ik uit eten kunnen gaan of zo. Ik weet niet of hij daar zin in heeft. We vinden het helemaal niet heel fijn als je daar zeg maar zo... Zie je dat? Op haar hoofd wil aaien. Heel vaak als we aan het wandelen zijn, dan willen mensen dit doen. En dan lopen ze een beetje weg van nee, dat hoeft niet. Pip vindt het veel fijner als je er gewoon hier aait. Maar het schijnt ook dat alleen het baasje de hond over zijn kop mee mag aaien ofzo. Heb ik ooit gehoord. Maar ik moet zeggen dat ik zelf ook die neiging heb hoor, bij andere honden om dat te doen. En dat ik ook heel vaak, ja, soms vindt ze het wel goed bij mij en soms vindt ze het ook niet chill. Dus nou ja, prima. Gaat er nou alweer... Oh, er wordt hier alweer geboord. Er wordt hier serieus. Ik denk echt alleen maar van wanneer zijn die huizen af? Er wordt hier fucking elke dag wel een keer geboord. Niet dat ik het erg vind, want je mag van mij gewoon boren. Ik lig er niet wakker van. Maar meer dat ik een beetje het idee heb van wanneer ze dan af. Lijkt me zo vervelend dat je nou nog zoveel in elkaar moet zetten. Oh niet? Wat vind jij ervan? Wat is dit? Mijn vader kijkt niet. Ah. Ik ben een eitje aan het koken voor Dionne en mij. En wij gaan een aflevering van God Los kijken. Ik heb een tijd terug die 3 boxen gekocht. En Dionne en ik zijn altijd heel goed fan. En Dionne heeft inmiddels ook al boxen ingekocht. Dus die gaan wij kijken. En daarna gaat Dionne alweer naar huis. Oké, even kijken hoe dit ook alweer. PlayStation toets. Pipje, de eitjes, hoe lang koken we al? Weet jij dat? Oké, we hebben voor God Los gekeken en Kai en Dionne gaan weer naar huis. Kai is zijn spullen aanpakken en waar Dionne is weet ik niet. Die is weer vandoor. Of die zit op de wc. Ah, die is ook een spullen aanpakken. Later. Ja, en gaat vanaf bowlen. Was gezellig. Heb je er zin in? Ja, was, oh ja, bowlen. Kan je een beetje bowlen? Spolen? Nee, ik kan totaal niet bowlen. Sorry. Daar ben ik echt heel slecht in. Oh, Dionne is ook aan het vloggen, ja. Daar is klaar voor, we gaan naar huis. Of Dionne is er een vlog in huis. Hadden we vlog in je huis? Opnemen, jongens. Ja. Ja, lekker, ja. Dat valt bij Jill niet te voorkomen. Okay. Dat ook altijd zo typisch. Dus ik heb concentrate en dan zit Nanne te vloggen, Monica te vloggen en Thomas. Allemaal hetzelfde. Ja, dat ja klopt. Ik heb het wel eens gezien dat je dat de hele tijd zegt ook. Yo, zit je dezelfde content te maken? Nee, ik heb hem niet opgeladen. Oh, shit. Nou, Dionne, was gezellig. Thuisblazen. Doei. 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 Oh nee, Pip moet afscheid nemen van Dolly. Oh. Kom maar, Pip. Zeg maar doei tegen Dolly. Dan gaan we doei zeggen tegen Dolly. Doei. Dolly. Ik ben ondertussen heel even eten aan het maken. En we eten vanavond spinazie à la crème met vissticks. En ik heb straks wel even boodschappen besteld. Maar dit zijn echt nog allemaal restjes zeg maar, van dingen die we nog hadden. En het is helemaal niet zo heel veel. Dus ja, kijken of we er genoeg aan hebben. Anders een boterham ernaast eten of zo, ik weet het ook niet. Maar wat inimini aardappeltjes over en nog een heel klein beetje, spinazie. Dus spinazie is eigenlijk wel altijd iets wat ik per se in huis wil hebben. Een goede hoeveelheid, want dat is ook altijd lekker makkelijk om klaar te maken. En heel lekker. Maar goed, we gaan in ieder geval wel lekker eten. En het eten is klaar. Het valt uiteindelijk wel mee. Alleen de spinazie had ietsjes meer gemogen. Maar goed, ik denk dat we hiervan wel lekker vol gaan zitten. En ik heb er ook lekker een gekookt eitje doorheen gedaan. Oh, zo lekker. Een van mijn lievelingseten spinazie, ja. Op deze manier. Dus wij gaan hier zeker lekker van genieten. Oké, Milan en ik hebben lekker na het eten samen op de bank gelegen. En lekker gekletst. En nou, uiteindelijk zijn we zelf samen... in slaap gevallen en het is nu 12:30. Pip is een beetje boos. Ik had er net vast.
En dan wil ze heel graag weer terug bij me op schoot. Zit gewoon... Ze zat gewoon te kijken hoe ze op een schoot kon springen, maar er zit een te groot gat of schat. Ach, kijk nou. Nee, liefie. Oh. Nou, kom maar dan. Ja, en nou wil ze niet. Oké, goed. Ik heb net een video geëdit met Dionne. Die we vanmiddag hebben opgenomen. En ik denk dat ik nou lekker mijn pyjamaatje aangetrekt en in bed ga liggen. Dan gaan we maar lekker in bed liggen. En dan ga ik daarop misschien nog wel een film kijken of zo. Maar dus van God losgekeken. Hij was echt weer insane. Dit was de aflevering met Kim Veenstra. En nou is dat Pip echt heel vervelend te doen aan mijn been. Pip had echt zoveel beter Stitch kunnen eten gewoon. En mensen die dat zeggen over een hondje, dan is een hondje nooit zo stout als jou. Stoute puppy. Oké, ik ben in het boek van Dionne aan het lezen en ik ben inmiddels al zover. Dus ja, die ga ik soms in bed lekker verder lezen. Maar het is inmiddels namelijk al bijna half één. En het is natuurlijk zaterdag, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik ga nu wel lekker slapen. In ieder geval in bed lezen. In bed liggen en verder lezen. Dus ik ga even de boel hier een beetje opruimen, de kaars uitblazen. Mijn gezicht schoonmaken en lekker in bed liggen. Oké, ik lig inmiddels in mijn bedje. En Milan is nog even aan het gamen, maar die komt straks ook. En ik ga ondertussen weer verder lezen aan het leuke smeukboek van Dionne. En ik heb lekker mijn geurstokjes van Rituals omgedraaid. Dus die ruiken weer helemaal super, super lekker. Ik ga lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Best een zware tas, komt weer cola. Daarom hou ik even een boodschap bestellen. Dan hoef je niet de hele tijd met die zware rottas te lopen. Staat helemaal mijn vinger, zie je dat? Ja. En hiervoor zijn we dus alles netjes aan het opvouwen. Hier rechts is wat ik eventueel vriendinnen kan geven. En dit is wat ik moet ophangen en waar ik over twijfel.